Ja, dag. Ja. Oh, dit is wat je aan mij moet vragen. Oh, god. Okay. Ik hou van experimenteren in bed. Zeker. Ja, ik heb altijd zoiets van ik wil alles wel proberen of zo. Dan krijg je zo'n kleur. Nou, een beetje ongemakkelijk. Ja, mijn plafonds die zijn gemaakt van dat verschrikkelijke plaat. Dat, ik weet niet waar de balken zitten, maar anders dan zou ik daar wel metalen ringen in willen ophangen. Ja, daar word je stil van. Nou, ik hoef dat toch helemaal niet te weten. Ah, wat doe jij dan? Ik vraag het jou wel, ik wil het wel weten, denk ik. Een rollenspel. Oké. Noem eens één ding wat je als rol hebt gehad. Inbreker. Wat is jouw favoriete standje? Oh, als hij dan rechtop zit en ik bovenop. Ja, dat is anders hè, bij vrouwen. Mm-hmm. Ja, scharen. Dat vind ik wel nice. Cowgirl, denk ik. Ah. Luister, oké, ik moet even wat uitleggen. Heel veel mannen weten niet wat de fuck ze aan het doen zijn. Dan zeg ik, dan signal ik gewoon even van, ga alsjeblieft gewoon even liggen en laat mij dit even regelen. Nou ja, ik denk, als ik op mijn buik lig en de ander er zeg maar bovenop. Wat wordt erg. Doggy, denk ik. En jij? Nou, van achterom vind ik ook wel lekker. Ja, wat bedoel je nou met achterom? Dat ze er bovenop gaat zitten is ook lekker. Oh, god. Oh. Hoe vaak heb je seks? Veel te weinig. Ik denk dat jij meer seks hebt dan ik op dit moment. Ik denk per week 3 tot 4 keer. Oh ja, nee, dat is meer bij mij per maand. Soms echt niet eens hoor. 2 à 3 keer per week. Dat is toch een redelijk gemiddelde, zeg maar, per week, toch? Ja, misschien in jouw leeftijdscategorie. Zo! Ik ben nog niet zo oud, hè? Ja. 5 tot 10 keer. Tering. De afgelopen 2 jaar toch wel gemiddeld ieder weekend. Dat is een beetje zo, als je zo'n latrelatie hebt. Dan heb je ook het gevoel dat je iedere keer dat je elkaar ziet, dan moet je ook neuken. Op dit moment helemaal niet, dat weet je. Ik heb geen partner en ik doe het gewoon liefst toch met een vaste partner. En als je dan wel een partner hebt? Ja, dan kan dat. Dan is dat dagelijks en een paar keer per dag het liefst. Ben je wel eens wakker geworden naast iemand waarvan je de naam niet meer wist? Joh, ik moet eerlijk toegeven, ik heb soms wel eens mensen ontmoet en dan wist ik hun naam überhaupt niet. Dus kan ik ook niet vergeten. Nee, gelukkig niet. Wel iemand naar huis gestuurd een keer van wie ik de naam, nummer en echt niet meer wist. Ik weet alleen, die woonde in Amsterdam. Nee, ik zou het ook niet durven, denk ik eigenlijk. Als je niet iemand zijn naam meer weet, dan kan er echt van alles gebeurd zijn. En jij wel? Ja. je weet het echt tot niet op meer. De dag van vandaag weet ik het niet meer. Wat ik dan altijd doe, is dat ik dan altijd zeg van, oh ja, ik zou je ook gelijk even op Facebook toevoegen. Dan geef ik gewoon mijn telefoon en dan typt diegene het in en dan weet ik het weer. Ja, jij vast. Ik heb wel gewoon dat als ik ga terugdenken met wie ik seks heb gehad, dat ik gewoon van heel veel chickies gewoon de naam niet meer weet. Nou, ik heb dit nooit... Ik was ook niet van plan de vraag voor je te reverse. Maar ik denk, ik geef zelf antwoord. Ik wist het wel. Wat is je grootste seksfantasie? Mag ik de koptelefoon? Koptelefoon, jongens. Ah, waarom zo? Nou ja, misschien toch wel een triootje. Nee, ik sla de vraag even over. Oké. Okay. Ja. En wat is jouw fantasie dan? Ik zou een keertje helemaal vast willen worden gebonden. Maar dat verbaast me nou niks. Ik zou het wel eens... Eentje op. Met, uiteraard met mijn man. En ik denk dat ik dan ook spreek voor hem ook, maar ook voornamelijk ook voor mezelf met de vrouw erbij. Mijn ultimate fantasy is toch eigenlijk wel dan met 3 vrouwen. Hè? Want dan is het een beetje gelijk verdeeld. Want anders dan voelt eentje zich steeds de derde rat aan het wagen, dat moeten we niet hebben. Maar ja, ga daar maar eens aankomen. Hè? Dus mocht je geïnteresseerd zijn, @MohammedJan Stipsen,
dan hoor ik het wel. Dat was het. Wat is de gekste plek waar je seks hebt gehad? Dan denk ik wel achter in de auto. Ja, wel terwijl er ook iemand zeg maar aan het rijden was. Ja, dat zou dan denk ik toch bij ons thuis zijn geweest. Mm-hmm. Ja, beneden in de gang. Wat? What the fuck? Dat zei je niet? Oh, Chimera, echt serieus? En dan was ik gewoon boven. Ja. Jezus, mensen. Oh, wat heftig. Kleedkamer van de Coolcat, Kralingse Bos, in de club. Op mijn werk. Ik denk dat ik dat wel de gekste plek vond. Ja. Met iedereen nog op de achtergrond nou, aanwezig? Of, Ja, dan, ik moet zeggen, er waren wel 3 mensen waren daar. Die stonden daarbij. Ja, dag. Ja. Oh, dit is wat je aan mij moet vragen. Oh, God. Hoe was de seks toen ik verwerkt werd? Oh. Nou, dan moet ik even 21 jaar, 22 jaar terug. Ja, dat zou goed zijn geweest. Je vader was echt wel een hele prettige minnaar. Ik weet het nog wel. Daar kan je eigenlijk toch ook heel simpel antwoord geven. Goed of niet prima. Goed. Prima. Ja. Was de seks. Kijk, dan gaan we wel heel ver terug. Ja. Seks was oké. Okay. Nou, ik kan niet zeggen. Het was hartstikke fijn. Op een hele strange plek. Oh. In het pashokje van de Sahara. Nou, je komt in de buurt. Oh god, wat erg. We liepen daar op straat, vlakbij het ziekenhuis. Ja, toen dachten we, moeten we hier maar naar binnen. Er stond net een schoonmaker bij de wc. Zo'n vrouwtje met zo'n karretje met schoonmaakspullen. Ja. Die zag ons allebei in de herenwc verdwijnen. Daar is het gebeurd. Wat een kutplek. Je krijgt 20 seconden om zoveel mogelijk synoniemen voor het woord seks op te noemen. In 3, 2, 1... Neuken, fileren, zagen, klappen, baksen, wiepen, wippen. Zo. KNC. Bengen. Ja, weet ik veel. Jij noemt alles al op. Klaren. Ja. Oh, zo. Als jullie dit nou een leuke video vonden, hoe ik hier zo met mijn mams heb gesproken over onderwerpen waar we het onderweg naar huis niet meer over gaan hebben. Geef dan een duimpje, subscribe, abonneer die shit en check het man.